doen patatas in. Bekeros. Bekeros. Nou, het werkt, dus je snapt het toch? Kijk maar. Van een nieuw portret. Dus letterlijk de vuurwerkwinkel uit. Dit is waar Disco Park van bekend staat, zo'n tunnel waar je doorheen kan lopen. Ik heb ze al. En waarom de keuze voor Emma matrassen? Nou ja, zoals jullie weten, ik heb ontzettende last van mijn rug, ik vaak ook in de video's aangehaald. Welkom in Valencia! En welkom weer bij een nieuwe video hier op Koen Live. Ik ben samen met Esther vandaag in Valencia voor een groot vuurfestival. Ieder jaar is dat vuurfestival hier, dat heet Pallas. Mensen die mij volgen op Extreme Rides, die kennen het, want ik heb daar vaak beelden van gemaakt voor Extreme Rides. Heel veel vuurwerk wordt hier afgestoken, veel vuurwerkshows. Gewoon vuur in het algemeen. Poppy achter, die gaat morgen de brand in. Ja, gewoon hier in deze straat. Steken ze gewoon in de fik. Zonde. Ik weet het, het staat helemaal uit piepschuim en uit hout. Het is binnen een half uurtje weggebrand. Dat laat ik jullie later in de video zien. We gaan nu even nog wel van die beelden bekijken. Het zijn echt kunstwerken en hoog. En iedere pop, ja, Falla heet het hier, heeft een ander thema. En elke straat heeft het een beetje eentje. Maar zoals gezegd, het is een vuurwerkfestival. Hier zit dus een vuurwerkwinkel, hier kun je vuurwerk kopen. Hè. Die zitten overal in de stad, ik zal jullie even laten zien. Nou, ik laat het jullie niet zien, want dit is dus de wachtrij voor naar de vuurwerkwinkel. Ik laat jullie wat aan de buitenkant zien. Ben je echt geïnteresseerd, kun je natuurlijk op de streamers kijken. Dan laat jullie het uitgebreid van binnen zien, maar zien hoe lang die rij is. Tot daar is alweer een wachtrij. Niet normaal mensen, allemaal vuurwerk halen. Hier staat dan nog een kleine Pallas, voor de kinderen is dit. Dat hebben ze ook iedere straat, dus iedere straat heeft een kleine en een grote. Moet ik wel zeggen, deze staan in het centrum, dus deze kleine is erg groot voor een kleine. En die grote is ook erg groot voor een grote. Kijk, deze is bijvoorbeeld al een stuk kleiner dan die andere. Dus hebben we hier gewoon wat minder geld, of wat minder geld voor bij elkaar gelegd. Misschien hier dus in de stad vuurwerkshows, zogeheten mascaletas. Dat zijn shows met vlinderbommen en nitraatbommen, die in Nederland dus hartstikke verboden zijn. Die gooien ze hier gewoon per tiental in de straat af. We gaan naar de eerste mascaleta toe. Wat zei die Spanjaard nou tegen jou? Dat je met je mond open moet kijken, zo. Waarom dat? Als je je oren helemaal dicht doet, dan kan de druk niet weg. Dan word je helemaal doof. Dat heb je ook gedaan? Huh? Ja. Hij heeft je mooi in de zijk genomen. Ja, nou ja, wat ze dus gaan doen, Esther. Ja? Deze vrouwen gaan allemaal naar één groot Mariabeeld van hout. Ja? En dan leggen ze de bloemen die ze vast hebben. Ja? Die leggen de mannen in een Mariabeeld. Die klimmen allemaal naar boven en die prikken ze erin. En zo wordt het maar houten beeld van Maria helemaal van bloemen. Waarom is dat? Traditie, ik weet niet waarom het is. Het is wel iets katholiek natuurlijk, Maria, iets gelovigs. Ja, maar ja. Dat doet elk jaar hier. Dus vandaar dat we hele straten vol lopen met deze dames. Door heel Valencia heen, want ze moeten een aantal kilometer lopen voordat ze er zijn. En nu staat het stil, omdat het blijkbaar op het plein bij Maria druk. Ja, daar druk is. Dan moeten ze even wachten. Nou, waarom lopen we met de vlaggen? Dat is iedere vereniging hier in de stad. Ja? Het is één zo'n vlag, dus dat is iedere straat eigenlijk een vereniging van Afalla. Die hebben allemaal zo'n pop. Ja? En die steken dus allemaal die mascaletas af hier in de stad. Zoals een carnavalsvereniging? Ja, zoiets als bij ons carnavalsverenigingen, ja. We lopen weer langs Afalla. Maar die is wel echt voor jou, hè? Ja, zeker. Ja, wijn. Cheers, hè. Wat voor mij kunnen zijn? Altijd als ik met Esther weg ben, hè. Cocktails. Proost! Sex on the beach. Moet ook nog eens een keertje doen. Ik heb liefst 2 euro betaald om hier te lopen, mensen. En dan kunnen we al een popje even goed bekijken. Een prachtige Pallas. Als je afvraagt, wat kost een poppetje zoals dit nu ongeveer? Nou, 3 ton. Is gewoon 3 ton. Daar gaat er geld in om, joh, hier in Valencia met deze traditie. Dat is niet normaal. Vuurwerk kost een kapitaal, maar dit kost ook een kapitaal. Dus waarschijnlijk duurder dan een vuurwerk. As we speak, nu op dit moment zijn ze ook al bezig voor volgend jaar vervallers. Om die poppen te bestellen, te maken en te ontwerpen. Want elk jaar staat er een andere pop.
En ieder jaar steekt de andere pop in de fik. Het is letterlijk de vuurwerkwinkel uit. Zeker, oh nee. We gaan hier in Valencia. Wat heb je besteld? 2 patatas in... Bekeros. Bekeros. Ja, het werkt, dus je snapt het toch? Kijk maar. Dat zie je? 2 patatas in Bekeros. Jeetje. Nou, wat had je het anders willen vertellen? Wat weer een eetvlog, hè, dit? Ja, dus ja, altijd. Jij. Het is net de Chinees. Ik krijg stokjes erbij, maar moet je stokjes eten. Zie je dat? Kijk dan. Heet, hè? Ja, ik kom net uit de pet. Hier, doe een beetje dingen eronder. Ga eronder hangen. Tijd voor zo'n lieve heersbeestje. Tijd nog voor zo'n super raket. Net langs het gebouw. Dan zie je meer van die pakken allemaal. Dat zijn straatartiesten. Lijkt een beetje op jou. Ah ja, ik zat erop te wachten. Verderop staat er nog een beer. Wat je van beren leren kan. Pas in de beren leren kan. Nou, kinderen werken wel. Ja! Hier dan weer zo'n valla, maar die is een hele grote deze. Beste zet even heel Valencia op de foto. Wat doe je met al die foto's? Terugkijken. Ja? Ja. Als je nou googelt station Valencia, vind je ongeveer dezelfde foto's. Nee, dat kan niet. Want? Nu lopen de andere mensen voor dan op Google. Esther! Esther, ze hebben je ook nagemaakt. Lekker voorspelbaar. Ik wist dat je ging zeggen. Familieportret. Oh, ik dacht er komt een opmerking of zo. Hey, laat nee, laat nee, nee, dat wordt een beetje eentonig, hè. Man achter de camera. Ja. Er loopt even alles tussen, hè, Mario. Hier is Sonic. Ja, dit beeld is dan wel weer discutabel, moet ik zeggen. In Nederland zullen we daar wel weer problemen mee krijgen als je zo opbouwen. Dan zijn we terug in het appartement. Dit is ons bed, maar dit is echt het slechtste bed wat ik ooit gehad heb. Het ligt echt voor geen meter. Moet je zien als ze gaan liggen. Hier liggen gewoon met mijn voeten helemaal over de rand heen. Volgens mij is het bed gewoon 1,90 meter lang, joh. Ik lig echt gewoon met mijn voeten helemaal in de lucht aan het einde. Ligt echt voor een meter. Ik heb thuis trouwens ook nog een probleem met mijn bed. Maar daar heb ik de oplossing voor. Ik ga matrassen bestellen bij Emma Sleep. Dat zijn altijd hele goede matrassen, want die matrassen die ik er nu op heb liggen, die zijn 2,10 meter en de bed zelf is 2 meter. Schiet ook niet echt op. Daar kom ik zo meteen thuis wel even op terug, dan laat ik jullie dan wel even zien hoe dat zit. Nu ga ik echt slapen, ik ben dood op, het is 4:15. Valencia. Goedemorgen, we zijn weer wakker. Tenminste. Dan moet het een beetje blijken. Zo, we zijn op weg naar Mascaleta, maar in de verte gaat er alweer eentje. Ook vandaag zullen ze achter elkaar afgaan in de stad. Zo, ben je weer klaar hoor. Gaat de mond weer open? Ja, het gaat hard worden deze weer. Ja, denk je? Ja, denk ik wel. Ik heb er iets tussen hoor. We zijn al een tijdje weg en de mensen staan nog te klappen. Dat doen ze overal bij al die Mascaleta's. Als het afgelopen is, gaan ze degene die het georganiseerd hebben, die het afgestoken hebben, gaan ze applaus geven, wat ze zo geweldig vinden. In Nederland zie je dat niet, omdat we altijd flutshows hebben in Nederland. Want iedereen staat altijd na een show van, oké, was dit het? Dat heb je hier niet. Hier heb je zoiets van, wow, dit was het. Dit is mijn lievelingsvallers voor dit jaar. Dikke tieten. Ja, wat heeft het nou gekost, Esther? Even naar het strandje. Geld, wilde ze niet. Esther wilde ze nodig naar het strand, hebben de taxi gepakt. 20 euro. En dan moeten we eigenlijk nog terug. Dus 40 euro om heel even naar het strand te kijken. Jij wilde niet fietsen, Laia. Ja, dat was een half uur fietsen. Ja, dat is toch lekker. Ja, een half uur terug, dat is een uur fietsen. Om even naar het strand te gaan. Dan betalen we liever 40 euro. Dat is goed, jij betaalt dus.
Scooby-dooby-doo! En dit wordt ons speelterrein voor vandaag. Betaal je €40, heb je kartonnen schildpadden aan het plafond hangen. Ziet het er ook niet uit. Oh, ga eens ervoor staan, S. Die zie ik al elke dag. Dat ga ik wel zeggen, vind je die foto? Allemaal krollen. Ja. Een bak vol met haaien. Kijk. Lachen, een zeehegel. Kijk, die dan. Oh. Oh, die gaat weg. Dat was helemaal, Die zag ik niet liggen, nee. Die is goed gecamoufleerd. Dat zijn wel hele bijzondere exemplaren, deze vissen. SOS, barracuda. Veel krabben hier, zeg. Hoezo, heb je jeugd? Jeetje, die is slecht. Die is heel boos. Het is wel mooi, dit is waar dit soort park van bekend staan. Hè? Zo'n tunnel waar je doorheen kan lopen met de zeeboogje met vissen erin. Ze hebben hier twee van dit soort tunnels. Deze is de langste. Die is maar die 70 meter lang. Alleen boven ons is het niet zo hoog. Je ziet daar ook allemaal licht, werkverlichting. Dat zijn de gangen voor de werknemers. Ik vind het niet mooi afgewerkt, deze tunnel boven ons. Maar het is wel een lange tunnel. Het zijn weer van die kwallen, van die diepzeekwallen, maar die hebben verlichting aan boord. Mooi toch? Dit zijn pas kwallen. We zien mensen. Ze worden alleen maar groter. Complete haaien hier, mensen. Kijk dan. Oh vet, hier is die andere tunnel. Die is 35 meter. Zie je die niet zo lang? Maar er zijn al die dieren boven. Je ziet dat het mooier. Tanden, joh. Kijk, S, weet je waar die naartoe gaan? Die gaan naar school. Zo maximaal als je kan. En je kan vliegen en je kan diep duiken in het water, deze beesten. Is dat mooi, hoor. En die vogel daar ook. Die is nep. Dit is waar je van flutpark heet. Betaal je €40 zie ik naar een plastic ding te kijken. Je bent toch niet in Disney? Zo mooi dat ze ze afbeelden, hè? Want ze liggen er altijd gewoon zo bij. Dus het hele parkje zijn we al rond. Ja, op zich wel een leuk parkje. Ik miste wel wat dieren. Ik miste wat piranha's. Die hebben we niet gezien. Ik heb geen octopussen gezien. Ja, kleintjes. Maar ik had toch wel verwacht een hele grote octopus. Maar hadden ze ook niet. Maar het is geen dag van een programma, dit. Nou, tot zover mijn review. We gaan terug. Naar Nederland. En maar klagen, en maar klagen. We zijn als laatste gaan we aan boord. Kan ik mijn koffer niet kwijt en het plaatsje is bezet. En ik moet allemaal, je moet toch zitten waar je moet zitten. En of je nou als eerste of als laatste binnenkomt, ik ga liever het laatste als vliegtuig in. Ik hoef me niet eens zorgen te maken om die koffer, die gaat vanzelf hier. Hey, en dan gaat niet eens de cabine in, hij gaat het ruim in. Nou, dat is ideaal. Dan moet ik in dat toestel niet eens eraan klungelen. Kijk, ja, dan heb je priority. Nou, hartstikke blij. Heb jij je koffertje erin? Dank u wel, Ruben. We zijn weer in Nederland. Esther is slimmer geweest. Ja. Hier met truitje aangetrokken. Ja, daar had ik eigenlijk ook goed door achteraf. Even een koffietje ophalen en dan gaan we naar huis. Er is een tijd voor komen, er is een tijd voor gaan. Dag Esther, tot de volgende keer. Doei. Tommy. Ja. Tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer. En we gaan naar huis. Ja. Home, sweet home. En dan kan ik jullie direct even het bed laten zien waar ik het over had. Kijk, dit is nu mijn bed. En dan zou je toch zeggen, koetje, dat ziet er toch piekfijn uit. Tenminste, de mannen zullen dat zeggen, de vrouwen zullen zeggen, wat een bende, maak dat eens even netjes op. Maar goed, ik ben een man alleen, hè. In elk geval zie je dat de matrassen veel te lang zijn. Die zijn namelijk 2 meter 10. En het bed is dus zelf 2 meter. Ik heb niet zitten opletten. Dit zijn oude matrassen van de vorige woning nog. In ieder geval, ik ga ze vervangen voor Emma's Lee matrassen. Want die hebben dus hele goede kwaliteit matrassen. Ik ga even kijken op de website welke ze hebben. En dan ga ik even de goede uitzoeken en meteen bestellen. Dat is snel. Ik heb ze al. En waarom de keuze voor Emma matrassen? Nou ja, zoals jullie weten, ik heb ontzettende last van mijn rug. Ik vaak ook in de video's aangehaald. Die matrassen die erop lagen, waren niet echt goede matrassen. Maar deze matrassen zijn echt superieur. Vandaar dat ik dus voor Emma's Lee gekozen heb. Ik heb 2 losse matrassen en een topper. Dus 2x90 en dan een topper eroverheen. Want
Want één groot matras kreeg je niet naar boven. Dit is de trap naar boven. Er zit een hele lastige draai waardoor ik grote spullen niet naar boven krijg. Dus dat is wel een nadeel aan dit huis. Ja, weet je wat ook wel is? Vroeger, toen dit gebouwd werd, had je niet zoveel luxe. Tegenwoordig hebben we ontzettend veel luxe. Zullen jullie bijvoorbeeld de douchewand laten zien? Kijk, dit is de douchewand. Die is een meter breed en wat romantisch. Zie je dat? Schouder is net een hartje. Maar goed, de douchewand is dus een meter breed. Die ging dus niet via de trap naar boven. Die hebben ze met het raam naar boven moeten krijgen. Maar ja, vroeger had je natuurlijk gewoon een douchegordijn. En dat was het. Weet je, ja, boven niet in zijn toilet. Tegenwoordig is die boven niet in het toilet. Maar toen deze huizen gebouwd werden na de oorlog, hadden ze het allemaal niet. We hebben natuurlijk wel heel veel meer luxe gekregen. Maar ja, wel een mooi fijn wandje. Maar ja, het is wel wat lastig om een groot bed naar boven te krijgen. Dus een ideale oplossing is dus twee losse matrassen en dan een topper erbovenop. En dit is dus één matras, 90 bij 200. Ja, ik zat ook te kijken toen ik hem binnen kreeg. Maar dit is magie. Deze blaast zichzelf zeg maar op. Gaan we dadelijk doen, dat is echt lachen. Baba, wat een weer. Als het weer in Valencia met 30 graden toch even wat beter in een flink zonnetje. In ieder geval, ik heb de oude matrassen verwijderd. En het nieuwe matrasje ligt al klaar. En kijk eens handig. Je moet natuurlijk nooit meer een Stanley mes openmaken. Ze hebben een soort mes ja, bijgeleverd. Doe je de duik ertussen, snij hem zo open zonder dat je de matras beschadigt. Erg handig. Kijk eens. Hij wordt meteen groter, zie je dat? Hop, en we hebben een matras. Dit vind ik mooi. Ja, daar komt hij. Haha, ja, leuk dit. Netjes, en nu is het tijd voor de topper. Hoef je niet te snijden, die kan je gewoon losrollen. Oh, oh, oh. Alleen een beetje uitkijken welke kant je oprolt. Een goed dikke, zachte topper. This is the moment. Even liggen. Ja, ik voelde het net al, maar dit ligt inderdaad echt een stuk beter hoor mensen. Veel beter dan die andere matrassen die ik had. Als je nou denkt, joh goed, ik wil ook zulke goede matrassen. Klik even in de beschrijving op de link. Daar staat een link naar Emma Sleep. En dan vind je deze matrassen ook. Om precies te zijn is het de hybrid van Emma Sleep. Om nog preciezer te zijn, Emma Original Hybrid M276. Ik ben er echt oprecht blij mee, want ik verwacht dat rugpijn nu minder zal gaan worden. Want goede matrassen zijn zo belangrijk in het leven. Slapen is zo belangrijk. Daarom doe ik het ook graag. Ik ga in ieder geval de rest van het bed even verder opmaken. Klaar is Kees. Zoals je ziet is het nog licht buiten, maar ik heb al zin om te gaan slapen zo. Maar dat ga ik zo meteen ook doen. Het is een zware week geweest in Valencia. Zeker dat het bed korte nachten gehad. Zo druk natuurlijk door 2-3 uur 's nachts doorgaan. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze video. We zien elkaar de volgende keer weer hier op Cool Life. Wanneer dat is, ik heb geen idee. Ik maak altijd de video's wanneer het me uitkomt als ik het leuk vind. Dus hou het kanaal gewoon in de gaten. Druk op het belletje, dan mis je in ieder geval nooit een video. En ik zou zeggen, tot de volgende. Hoi! Dit is alweer het einde van deze vlog. Abonneer je nu op dit fantastische kanaal van Cool Life. Tot de volgende keer.